Zaterdagochtend is er brand uitgebroken bij een tankstation langs de A73 op parkeerplaats Hoog Vonderen. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er brand uitgebroken in een poetskas. De brandweer was snel ter plaatse en kost voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij brand in een tankstation werd sowieso altijd groot opgesjaald, dus kwamen er meerdere brandweerwagens ter plaatse. Het tankstation is zaterdag nog afgesloten geweest voor het publiek, maar kon een dag later weer geopend.